Natuurlijk was het heel spannend werk om te doen en wist ik dat het soft was en klef en fout en stout en dat mensen daar verkeerd op reageerden. En toch ging ik werk maken waarop stond schattenbolletje en tuttebelletje, omdat dat zijn nou precies die dingen die heel gevoelig liggen. Want het zijn nou eigenlijk heel erge vrouwendingen. En die vrouwendingen, die mogen best wel eens gezegd worden. En die mogen ook gewoon uitgeleefd worden. Deal er maar mee. Laat het maar zien. Ga het maar celebreren. En dat is nou eigenlijk wat girl power is. Ja, ik heb nu tentoonstelling in het Stedelijk. Het is eigenlijk toch een kleine retrospectieve tentoonstelling geworden. Dat wisten we in het begin niet. Maar ik wilde toch heel graag een stukje van mijn geschiedenis laten zien. Als je een jonge kunstenaar bent, dan ben je op zoek naar wat jij de wereld te bieden hebt. Je bent eigenlijk op zoek naar een soort gat in de markt. Hè? En dan niet op een negatieve manier. Dit gaat niet over geld, maar dit gaat over inhoud. Toen ik 28, 29 was, je hebt de kunstacademie gedaan. Je gaat naar New York, je gaat overal rondkijken. Je leest heel veel boeken over wat er allemaal gebeurt in de wereld en in de kunstwereld. En op een gegeven moment weet je heel goed wat er aan de hand is. Je weet precies wat er allemaal gebeurt. Het is een soort mode. Hè? Op een gegeven moment denk jij, en nu wil ik dit doen, want ik zie dit nergens. En op een gegeven moment denk je, ik heb nog nooit gezien dat iemand ergens het woord lief opschreef. Of ik heb nog nooit een kunstwerk gezien wat ging over het woord kusje. Ik ga daar werk over maken. Veel van mijn werk gaat over de banale realiteit van alle dag. Hangt de tekening, die gaat over het vergelijken van prijzen of over het geven van een feestje als je je huis opgeknapt hebt. Een beetje grappige onderwerpen. Als je ze dan gaat tekenen, dan denk je, oh jee, wat is dit nou weer? Kan ik daar kunst over maken over het geven van een feestje? Ja, natuurlijk kan dat. Ik denk dat ik lang geleden besloten heb dat ik kunst zou gaan maken over al het kleine en gewone van mijn eigen leven in plaats van al het filosofische, intellectuele. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet aan filosofie doe. Of dat ik niet ook denk dat er een grotere levensfilosofie zit in het werk. De teksten in mijn werk zijn eigenlijk allemaal vitalistische fantasieën. Die kunstwerken op de muur, die hebben een eigen leven. Die doen alsof ze zelf leven. Die praten zelf en die praten naar de toeschouwer. En die praten ook, zeggen ook iets over hun eigen positie. He, daar staat bijvoorbeeld, I am an artwork and I am 3 years old. En zo zijn heel veel teksten op de muur. Die kunstwerken, die leven als het ware. En die laten eigenlijk een soort kwetsbare menselijkheid zien. Ik communiceer en ik manipuleer, want ik ken de geschiedenis, ik weet wat men verwacht. En daarmee ben ik een heel ingewikkeld spel aan het spelen met de toeschouwer. Ik weet als ik een bepaalde tekst zus en zo op de muur zet, klein in een hoekje of juist heel groot, of hangend achter een bubbel of juist met stralen eromheen. En dan ken ik de geschiedenis van de beeldende kunst, van allerlei hiërarchieën waar ik ook nog mee speel. Die ik doorbreek, die ik zeg maar lachwekkend maak. Ik werk met een enorme hoeveelheid visuele geschiedenis en ik zie dat als een soort visuele afval. Als ik een bloem of een hartje of een pijltje, dat is allemaal beeldtaal, bestaat allemaal al. Die is niet nieuw. Ik recycle en het is eigenlijk al de beeldtaal die ik gebruik is eigenlijk een soort afval. En ik produceer weer nieuw afval en straks verdwijnt het ook allemaal weer.